Een belangrijke mijlpaal op de laatste dag van januari voor de tweede Koentunnel. Met een draai aan een enorme kraan werd het begin gemaakt met het onder water zetten van het bouwdok in Barendrecht. Daar is de nieuwe Koentunnel opgebouwd in 4 delen. Uit 2 pijpleidingen die over de dijk liggen komt het water vanuit de Oude Maas. De 4 tunnelelementen zijn zeg maar in het droge gebouwd. Dus dat betekent dat hier een soort polder is gecreëerd en Barendrecht, bouwdok Barendrecht, zijn inmiddels al 8 tunnels gemaakt. Maar in het droge zijn deze tunnelelementen gemaakt. Ze zijn nu klaar. Een jaar lang zijn deze 178 meter lange tunnelelementen in elkaar gezet. En nu wordt het water toegelaten, zodat ze straks gaan drijven en klaargemaakt voor transport. Het transport van de 4 tunneldelen van de tweede Koentunnel start half maart 2011. Over de Oude Maas, Maas, Nieuwe Waterweg, Noordzee, Noordersluis in de Muiden en het Noordzeekanaal komen de elementen na 51 uur varen aan in Amsterdam. Per keer wordt 1 tunnelelement vervoerd. Het plaatsen van de elementen naast de bestaande Koentunnel is gepland in april en begin mei. Een element is lang 178 meter, breed 25 meter en hoog 10 meter. Ondanks de grootte is het plaatsen millimeterwerk. Nee, u wilt straks ook een tunnel hebben waar je recht doorheen rijdt zonder te moeten sturen. Dus die tunnelen moeten gewoon keurig in elkaar verlengde liggen, zonder al te veel tolerantie. De aanleg van de tweede Koentunnel is belangrijk voor de noordelijke Randstad. Nou, dit project is absoluut bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. En dan gaat het niet alleen over de Koentunnel en de Koentunnel die al jaren in de file top 5 staat. Maar het gaat ook over de Westrandweg. 10 kilometer nieuwe snelweg in het Westpoortgebied met nieuwe aansluitingen. Zodat het ook een impuls geeft aan de regionale ontwikkeling in Amsterdam. Nadat de tweede Koentunnel en de Westrandweg in 2012 gereed zijn, wordt de huidige Koentunnel gerenoveerd. Eind 2013 wordt het volledige tracé opengesteld voor het verkeer.